Ik lig op minder dan 250 meter van een particuliere school hier op de Nieuwe Zijds. Maar vandaag hebben we dus uitstel gekregen. En zoals we weten in het ondoorgrondelijke coffeeshopbeleid, van uitstel kan afstel komen. Dus vandaag is wel een feestdag voor de exploitanten, maar met name ook het personeel. Er is plotseling weer rust weergekeerd. Toch is er niet alleen maar vreugde. Met name het feit dat de coffeeshophouders vandaag via de media het besluit van de gemeente moesten horen, is tekenend voor de afgelopen jaren. Sinds 2008 hebben veel mensen slapeloze nachten omdat ze denken dat ze moeten sluiten. En de gemeente laat al die jaren helemaal niets van zich horen. We hebben vaak gevraagd om duidelijkheid en er is nooit een antwoord gekomen. Ja, want u vertelde dat u onlangs zelfs nog een brief heeft geschreven aan de gemeente. Ja, begin deze maand heb ik naar de burgemeester nog een brief gestuurd. Want wij worden gek gebeld door allemaal mensen van moet ik nou personeel ontslaan? En de burgemeester reageert niet. Dus dan reageert hij vandaag via de media. In plaats van die mensen persoonlijk in te lichten. Dat vind ik echt zeer betreurenswaardig. Het afstandscriterium wordt in fases ingevoerd, wat betekent dat de laatste coffeeshop in 2016 dicht moet. Wel moeten ze vanaf volgend jaar dicht als de scholen in de buurt open zijn. Gedurende werkdagen mogen we pas om 6 uur open. In het weekend zolang we willen. En in de schoolvakantie, als je alles bij elkaar optelt, is het natuurlijk wel een flink aantal minder uren. Maar ergens een compromis is een compromis.